Hi Mel! Hoi! We hebben weer een pakketje van Lush gekregen. Ik heb hem een beetje gespiekt. Ik weet dat er hele leuke bathbombs in zitten. De meiden weten nog niet wat erin zit. Het nee. Is ingepakt door, kan het lezen daar? Nee. Hoe heet hij, deze meneer? Stout. Ja, door Stout. Dat is zijn naam. Het eerste wat ik uit de doos haal is dit mooie gouden glitterei. Jullie zien het, aan glitters geen gebrek. En jij dacht dat we al een keer een video hebben gemaakt met dit gouden ei. Niet met deze, maar met een gouden ei, hè? Ja. Ja, staat me wel iets van bij. De vraag is alleen of ik die video ook geplaatst heb. Ik zal zo even kijken. En zo ja, dan vind je onder de i rechtsboven een link naar die video. Maar dan is het nog steeds lekker feestelijk. Ik ga gewoon de doos in om te kijken wat er nu uitkomt. Oh, en deze ken ik. Huh? Wat is dat? Ja, wat is dit? Weet jij wat dit is? Een watermeloen. Ik weet het! Ik weet wat het is. Wat dan? Het is een driehoek. Het is een driehoek. Er zitten nu ook gouden glitters op, maar dat is niet de bedoeling. Dat komt omdat er al glitters aan mijn hand zaten van dat gouden ei. Een kiwi, zei je net? Een driehoek. Ja, maar net zei je, is het een kiwi? Een illuminati. Een wat? Een illuminati. Wat is een illuminati? Een driehoek ding met dat oogje in het midden. Maar mama weet het niet. Waar ken je dat van? Video. Nee, dit is, het heet biek. Een snavel. Een biek is een snavel. Maar waar is de meel? Hij heet. Zo, dan, denk ik. En het is een showerbom. Heel, wat dat dan? Ja, en het grappige is, ik was vorig weekend in Aberdeen. En daar heb ik hem al gekocht voor mezelf, want ik was nieuwsgierig. En een showerbom, dat is dus om te gebruiken onder de douche. Het geeft heel veel schuim af. En in dit geval... is het ook meteen een scrub. Weet je wat dat is, een scrub? En hij gaat ook glitters afgeven. Ja, dat komt nu door mij. Maar weet je wat een scrub is? Weet je dat? Ja, je doet het nu voor, maar je moet maar even tellen. Ik weet niet hoe dat zegt. Nou ja, dat je op dus... je hand wrijft. Ja, dat je maar meteen... Maar niet op je hand, op je huid. Ja, op je huid, op je huid. Dus je kan hem onder de douche gebruiken. En tegelijkertijd kan je je lichaam scrubben. En dan verwijder je dus oude huidcellen, zodat er weer nieuwe kunnen komen. En dan wordt je huid heel lekker zacht. En het is echt heel fijn. En wat is het volgende? Ja, dat vakje is leeg. Dat vakje is leeg. Oh, hier. Ik heb wat. Huh? Wat is dit? Een ei! Oh. Een mossel. Ja, dat kan ook. Ik zal even lezen wat hierbij staat. Ik denk aan een Oreo. Oh, het is een cream egg bubble room marbled. Dat moet deze zijn. En waar is het dan voor? Bubberoon? We moeten denken aan een Oreo. Wat zeg je? We moeten denken aan een Oreo. Oreo. Cream egg bubble. Ik denk dat het een bubble bar is. Want er staat bubble room in plaats van macaroon. Bubble room. Ik ga het gewoon heel even opzoeken. Ik heb net even op de site gekeken. En het ei is ook in andere kleurtjes. En hij ruikt naar munt en chocola. En in een review heb ik net gelezen dat als je verkouden bent, dat dit ei dan heel verfrissend is. En ik ben verkouden. Jij bent verkouden, ja, niet echt. Je hebt hooikoorts, maar goed, heb je wel last van. Dus dit zou iets kunnen zijn om aan het einde van deze video uit te proberen. En er zitten dus ook verzorgende bestanddelen in en mooie kleurtjes. Dus nou, ik ben wel nieuwsgierig. Ik ook. Oké, het is jammer dat ik net de camera uit had. Want ik haal dit uit de doos. En die meiden wisten niet meteen wat dit was. Want volgens mij moet dit zo of moet dat zo? Zo. Deze kant? Ja. Deze pootjes? Dan gaat hij zo. Hoe? Zo. Tum. Dat dit de pootjes zijn, ja. Ik denk het ook zo. Jij zei net een koe. Hoe kom je nou op een koe? En toen zei mijn jongste dochter, het is een schaap. Maar aan het eerste dacht ik dat het een clown was. Ja, dat snap ik niet. Ja, omdat ik ze los uit de doos haalde. Maar jij deed net een fantastische imitatie van een lammetje. Ah, toe nou. Kom. Nee. 1, 2, 3. Je kan het. Heel goed. Oké. Nee. Ik kan het niet. Ik ben verkouden. Nou, ik vond hem wel goed klinken. Wil je het nog een keer proberen? Ja. Oké. 1, 2, 3. Wat doe jij? Niks. Dat is de mooie vraag. Zo, eventjes mijn stem opwarmen. Nee! Nou goed, we gaan door met deze bathbomb. Het bestaat uit twee gedeeltes. Ja,
Is het dan ook de bedoeling of je dan in één keer alles erin doet? Mag je zelf beslissen? Ja, ik ben toch nieuwsgierig wat ze aanraden. Ik ga weer even lezen. Ik heb net op de site gekeken en dan zie je een foto van dit lammetje zo in bad. Dus beide gedeeltes, het hoofdje en het lijfje tegelijkertijd. En inderdaad moeten die pootjes, dat blauw moet onderaan. En het zijn dezelfde ingrediënten als met het cream egg. Ook cacaoboter, heb ik net niet gezegd. Dus verzorgende bestanddelen. Ja, bestanddelen, hoe zeg je dat? Ingrediënten. En pepermunt en chocola. Er zit nog één ding in de doos. Ik dacht net van, wat doet dat stro... ja, hoe noem je dat? Stroodraadje, weet dat nu? Strohalm. Nou ja, dat stukje stro, wat doet dat in die doos? Dat ga ik je nu laten zien. Het is namelijk om een ei bij elkaar te houden. Oh. Ja. En als je dit ervan afhaalt, kijk wat hierin zit. Oh. Wat is dat? Het is schattig. Het is het monster van Loch Ness. Kijk. En dat is? Ja, ik heb er nooit van gehoord. Ik wel. Ja? Vertel, ja, soort... vertel. Nou... Ik ga heel dat waar, want dat was op tv. Was het een kinderserie? Ja, wat is het dan? Monster van Loch Ness? Het is een zeemonster. Ja. En dat is het enige wat ik ervan weet. Nou, het is een... Het is een soort dinosaurus. Ja, een waterdinosaurus. En ze denken dat hij in een meer, in het Loch Nessmeer, in Schotland woont. En heel soms wordt hij gezien, maar eigenlijk weet niemand het echt zeker. Dus misschien bestaat hij niet. Maar goed, dat terzijde. Dus er bestaan dinosaurussen? Wauw! Dat weten we niet. Ze zijn dus niet uitgestorven. Maar kijk nou, hoe schattig. Oh, dit is... Maar dat is slim. Is dat klei? Ja. Oh. Yes! Voel maar. Ik kan er niet. En dan moet je dit er dus in doen. Ja, maar dat heb ik ook gezien. Want dit is dan een dinosaurus-ei. En ik heb het ook gezien met een kuikentje. Oh, dat is echt ja, echt, echt heel erg leuk. En dit is dan het ei. Ik vind het zo ik goed bedacht. Ik vind het een heel mooi ei. Leuk, hè? Ja. Oh, dat is nou lastig. Welke gaan we nu uitproberen? Eigenlijk wil ik die. Nee. Ja. The best for last. The best for last. Ze zijn allemaal leuk, maar... Dan toch maar omdat jij last hebt van verkoudheid, de cream egg. Ja. Terwijl jullie op de achtergrond misschien het water horen stromen van het bad dat aan het vollopen is, wil ik jullie ook nog even deze bathbom laten zien. Chamomile. Chamomile. Geen idee. Flower, bloem. Maar kijk, deze hadden ze ook in drie kleurtjes. Deze heb ik zelf gekocht. Dus die doos hebben we gekregen van Lush. Gratis. En voor de rest... Gratis? Ja. Deze spulletjes hebben we allemaal gekregen. Maar we worden niet betaald voor het maken van de video. We mogen zelf weten wat we zeggen en of we dat doen. Deze heb ik zelf gekocht. En die biek trouwens die hierin zit. Dat snaveltje heb ik ook al zelf gekocht. Maar die heb ik al gebruikt. En wat zo leuk is aan deze bathbom... Is, je ziet dat dit zo'n ik vind bloem dat, is. Dat middengedeelte mooi. Ja, dat is een briefje. Wat? Ja, dat is een briefje. En eigenlijk kan je even mama's pincet halen. Dan halen we het briefje eruit. Oké. Okay. Deze bathbom ruikt echt heerlijk. Oh. Lekker hè? En je kan hem dus cadeau geven aan iemand. Volgens mij is dit de moederdagcollectie. Maar ook nu al te koop in Nederland. En weet je wat we gaan doen? Dat geeft mij meteen extra drive om video's te maken. We gaan gewoon de komende dagen... Kijk, hier staat nu niks op. Maar daar kan je dus wat liefs op schrijven. En dan rol je dat weer op. En dan doe je haar erin. En dan doe je dat erin. En dan geef je dit cadeau naar. Leuk, toch? We zijn nu in de badkamer. En deze Bubble Room Cream Egg Marbled gaat nu het water in. Ik ben benieuwd of dit kleine ei dan wel het hele bad kan kleuren. Maar dat gaan we zien. Hij zal niet... Oh! Dat was toch een bubbel bar? Nee. Nou, ik denk dat ze gelijk heeft. Bubble room. I told you. Oké. Gaat niet verguimen. Hij gaat er weer uit. En dan... Voelt wel lekker zacht zo. Ik ga het even nakijken. En dan bad ze toch niet helemaal vol. Dus dan gaan we de kraan laten stromen. En ja, inderdaad. Hij moet gekruimeld worden onder de kraan. Ik doe het gewoon even. Kijk nou. Hij gaat maar meteen. Ziet er wel gaaf uit meteen.
Mag ik ook een stukje? Tuurlijk. Ja. Pak maar. Oh, wat? Ja, je hebt het hele stukje in de midden. Ja, ga maar. Ietsje lager. Of ben je buiten beeld? Ja. Hier. Weet je waar dit me altijd aan moet denken? Ja. Dit soort kleuren. Heb je dat gezien? Hoek. H-O-O-K. Pieter Pan. Ja. En op een gegeven moment gaan ze dan een gevecht houden met eten. Dan moeten ze fantasie gebruiken. Weet je nog een stukje of niet? Nee. Nou, dan heb je allemaal dit soort kleuren. Nee? Nee. Misschien iemand van onze kijkers. Hier, wil je deze ook nog? Ik denk als je even de douche opzet, dan krijg je een houtband. Ja, we hebben nu natuurlijk al het bad gevuld. En toen was een stukje met de kraan. Dus als we nu vanaf het begin af aan meteen hadden gekruimeld, dan hadden we nu meer schuim gehad. De jongste zit al in bad, haar zus komt er zo aan. Het is niet de enorme bergschuim die we gewend zijn van de bubbelbar, maar we zijn laat begonnen met te verkruimelen. En het is ook een cream egg, hè? Er zit ook iets tussen. Er zitten meer verzorgende bestanddelen, heb ik dat woord weer, ingrediënten in. Zodat het volgens mij minder schuimt, maar het water moet als het goed is wel heel zacht aanvoelen. Klopt dat? Ik weet niet. Nou, dan ga ik even zelf testen. Ja, dat idee heb ik wel. Ik weet niet hoe zacht ze bedoelen, want ja, water is water. Water is water. Nou, ik hoor zo meteen wel van jou hoe het bad is geweest. De kleine meid zit al in bad, haar zus komt er nu aan. Het lijkt wel alsof er minder schuim, of tenminste het lijkt wel, het is zo hè, minder schuim dan we gewend zijn van de bubbelbar. Ja. Maar we zijn natuurlijk wel laat begonnen met verkruimelen. En hier zitten ook verzorgende bestanddelen in, dat cream egg wat in het midden zat van het ei. Dus ik denk dat het daarom anders is dan je gewend bent. En ik hoor zo meteen graag van jou of het water dan ook anders aanvoelt. Het bad is bijna helemaal leeg, alleen nog een dikke laag schuim op de bodem. Meiden, hoe was het bad? Lekker. Ja. Merk je dat er cacaoboter in deze bubble room zit? Ik merkte het wel, maar het was heel zacht. Jij? Een beetje. Een beetje. Voor ons tijd om deze video nu af te sluiten. We hopen dat jullie hem leuk vonden. Morgen hopelijk weer een nieuwe Lush video voor nu. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!